Financiën-minister Armand Achaiversing heeft gisteren in de Nationale Assemblée gezegd dat niet alleen banken toegang moeten hebben tot termijndeposito-veilingen. Hij ging in op vragen over het financieel plaatje van de staat. De bewindsman merkte op dat ook de gewone burger een gunstig rendement op zijn spaargeld mag behalen. Waarom zeg ik dit, voorzitter? We weten allemaal dat het in Suriname gebruikelijk is om te sparen in valuta. Als men aan het einde van de maand iets overhoudt, dan gaat men naar de cambio's om zijn SRD's om te zetten in US dollar. Voorzitter, als we de burgers nu de mogelijkheid geven om hun SRD-spaarcenten te beleggen tegen een aantrekkelijke rente, dan ben ik ervan overtuigd dat men daarvoor zal kiezen in plaats van te vluchten in de US dollar. Ik ben verheugd u daarom mee te delen dat de centrale bank op korte termijn centrale bankcertificaten aan het algemeen publiek zal aanbieden. Hierdoor worden burgers vergelijkbare mogelijkheden voor burgers vergelijkbare mogelijkheden geschapen om een goed rendement te verdienen op hun spaargeld. Achaiversing zei dat het de bedoeling is dat het vertrouwen in de Surinaamse munt sterker moet worden. Hij legde ook uit wat de reden is dat de jaarrekeningen van de centrale bank vanaf 2019 niet zijn gepubliceerd. Het is inderdaad zo dat de centrale bank een achterstand heeft met het publiceren van haar jaarrekeningen. Deze oorzaak van deze achterstand is bekend, voorzitter. We weten allemaal wat er bij de centrale bank in het recente verleden is gebeurd. Dat moet nu allemaal gerepareerd worden en ik hoef daar niet verder op in te gaan. Ik kan u wel meedelen dat de centrale bank drukdoende is een inhaalslag te maken. Recent zijn de jaarrekeningen van 2016 tot en met 2018 gepubliceerd. En de planning is dat de jaarrekeningen voor 2019 tot en met 2021 voor het einde van dit jaar zullen worden gepubliceerd. Achaiversing staat positief tegenover het voorstel om grotere coupures te introduceren. Hierdoor zullen de ATM's minder snel leeg raken.